vervolg. Wij gaan kijken naar waar moeten wij, Jordi? Of dat vraagteken klikken. Zijn we al ter plaatse? AB Peter Pan. Oké, we moeten naar Peter Pan. Goed, let's go. Oh yeah. Peter Pan. En 2 minuten. Have 2 minutes. Ja, nee, als je erop klikt, heb je 10 minuten. En de tijd is al aan het lopen. Maar zo, gasten. Ja. Je moet wachten eigenlijk tot je dat ziet, hè. Ja, in principe wel, maar ja, in 2 minuten gaat me door, hè. En maar juist dat plafond te fotograferen. Dat weet me goed zijn, hè, Peter Pan's flight. Jam, jam, jam. Ja, mensen gaan dat nu even doen. En we gaan dat nu wel even. In de lucht gewoon in gaan ze, kijk mensen wat we dat doen en we gaan wachten tot dat hem past. Het is hier enorm druk. Ah, voilà. Is er al? Jan. Super. Wow, 200 punten bij. Wow. Wow. Ja. Spot the 5 differences. Ja, wie dat? Ja, je moet op die foto tekenen. Kun je niet verder bij hoor. Nee, dan krijg je hem in het grote. Dan moet je klikken op de verschillen. Je bent bij Max of bij Zo, nou gaan ze moeten een verschil zien. Ah ja, het zit hier een stok neer. Ah ja. Ja, inderdaad. En je mag het? Ja, net zei van het doet, omdat ik hier verkeerd ben. Ah ja, oké. Okay. Maar ja, zo door een lampen. En hier is het zwart, dus het is moeilijk te zien, hè. Not bad. 320 punten. Blijf van 400. Ja. Oké. Okay. Next. Bij de theekopjes. De theekopjes. Ja, de theekopjes. De theekopjes. Yes, de theekopjes. Let's go to the theekopjes. Dat is precies druk hier vandaag. Ja. Mooi. Ja, dat is een beetje druk hier. En we moeten nog een groepsfoto maken aan het kasteel ook. Ja. Ja, dat moet vandaag. Dat is mooi weer. Mooi weer. Vandaag. Ziet ze? Philip luistert goed naar mijn album. Ja, de Jordi album, nu verkrijgbaar. Yes, yes, yes. En een betere iTunes store. Yes, yes, yes. Zoek achter Jordi, Mr. Theme Park fans. Oh, yes, yes, yes. Want dat is hier wel druk, je zegt vandaag. Amai, man. Wat is dat hier vandaag? Poeha. Is hier lekker stormloop? Ja, ik weet het. Ze zijn allemaal voor Halloween. Jullie zijn allemaal te vroeg. Ja, zoiets. Dat is Jack Skellington dat je zingt. Bij jij. Oh. Wat zeggen die nu? Nou, wat moesten we? Hier bij de Manhattan Steakups. Ik ben niet hier, maar dat is lang. Maar ik heb ooit mee in de app wel niet. Maar hoi. Ja, we zitten juist. Ja, Philip. In de schaduw.
Ja? Dat doen we. Ah, we moeten dat foto pakken. Daar, hè. Ik ga een foto van aan. Yes. 200 pen. Yep. Wow. Een heel hoop tekst erbij. Ja, lab. Hier voor Erika. Wat? She said cat has built for you. Follow the instructions. Go to the purple door. Je moet naar de paarse deur gaan. Naast de grote tepel staan. En je moet een... Wacht hé. Ja, maar we moeten in de dinges gaan daarvoor. We moeten daarvoor in de labyrinth. Ja, en wat dit is wel aan het lopen, hè? Oei. We kunnen er niet gaan, nee. Het zal veel te lange rijden. Tegen dat dus de tour is. Ja. Oei. Weiger. Tegen dat dus de tour is, is de. Ja, is het afgelopen. Teapot. Wauw! Dat is kunnen, niet? Ja, het schiet. Voilà. Wauw! Ja, dat is echt wel kun. Maar ik zie er niks van. Het is veel te donker. Maar wat moeten we? Dat is de paardenmolen die gesloten okay. is. Ah ja, oké. Okay. Let's go. Ga je dat vinden, de paardenmolen? Als het zin dat gesloten is, niet. Nee. Wat wel leuk zijn hoor, een paardenmolen. Eigenlijk wel, hè? Nou ja. Zo, weet je wat er hier wel opvalt vandaag? Het is hier druk en de attractie is maar niet zo druk op de paden. Nee. Oeh, we hebben precies een hele positie hier. Ik ben te laat. Nee, wij kunnen nog. Doe dat. We kunnen. Jawel, we doen dat. Okay. We gaan even op de pauzeknop drukken voor dat ja. spel hier, maar we gaan eerst een meet and greet doen. Molle, in mijn naam. Ra ra ra, bij wie gaan wij zo meteen? Is mijn neus proper? Is het lekker? Hey. De reactie van die mensen. Bonjour, hallo. 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 Just down to this one. Bij mijn chance. How are you done? Van al op de foto, hè? Ja, van je film. Ik wil een film. Filip, kapot van je neem, Filip! Ja?
gelukt. Oké. Okay. Wil jij wat meenemen? Ja, wacht, Filip. Doe maar. Ja, het is jong toe. En nu jij! Ja, nu is het nog. En dan maar drie man. Ja, en nu Matrino. Matrino? Ja. Thank you guys. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Jordi. Okay, boys, we're coming this way next, alright? Yeah. Bye bye. Yes. Eerst is een band, denk ik. Dag, Rabbit. Bye, Rabbit. Bye. Dat is nog dichter. Oei, wat is er hier ook zo? Ja, we are. Kijk ze. Kan je zien? Ja, doe maar. Hoi. Ah ja. Enter the castle. Ah ja, die een boek die in het kasteel. Ah ja, maar man, we zien in dat kasteel. Ja, dat is wel een trefje, hè? Nee. Ze moeten nog meer tijd denk ik. 10 minuten is te weinig. Want we worden een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje over. Beetje druk? Nee, kijk, we hebben slenteraars voor ons. Ja. Om een verlies is het schuld. De slenter, de slenter. Met nog een minuut en half. Oh, wacht, een minuut en 20 seconden, mensen. Dat is lijkt timeloop meer dan we moeten doen. Wacht, ik ga hier al mijn foto pakken. Mai. Het is echt wel nippen, hè? Een minuutje. Mooi. Ja, hier. Ik en al een beetje slenteraars nog maar. Allee, Jordi. Ja. Nee, of doen, Sophie. Hops. Ah, ja. 200 punten mee. Yay. Ja, boe. Ah, dat is een video. Filmpje. Nee, hierboven. Ah, ja. Verder. Ja. Puzzle. Ja, zoek de verschillen. Ah, dat is hier, ergens. Ja, ja door. Door, hè? Ja. Ja, we kunnen dat van hier niet zien, hè? Nee, we moeten naar een ander kant. Naar boven. Gaan we naar boven? Ja, maar ja. Ah ja, we gaan naar boven. Oké. Okay. Ik blijf beneden. Is het best wel best? Die trap. Even door. Waar? Oh god, we moeten kleuren invullen. Van dat figuur op die tekening door. Ah, oh, ja. Brun. God, ja, wat? Wat moet dat weer? Het is een buk. Wacht een keer. Which colors are... Je moet de kleur, kleurpalet kiezen die het meeste erin voortkomt. Brun en rood. Brun, rood en blauw. Niet die met groen. Brun, rood en blauw. Dit niet. Ja. En nu verder doen. Voilà. Ja, goed. Van die prinsessen. Geel. Roze. En wat? Ja, maybe. Blauw zie ik daar ook niet in. Nee. Dit niet. Bezend. De eerste. Doe de eerste keer, ja. De prinsesse is roos, paars,
blauw, heel. De twin. Roos, paars. Nee, daar zit al groen in. Hier, ik wil zijn daar het laatste. Roos, paars, blauw. Ja, pezend. Dat is? Nee, het zit geen roos in. Roos, paars, blauw, heel. Dat hier? Hier, de laatste. De allerlaatste. Ja, ik dacht het lekker al. Yay! Ik wou nog niks zuster. Ja, ah ja, maar ik, niet op, ik dacht dat je de voorlaatste zei. Ook? Maar de laatste? Ja. Dat die recht is. Deze van boven, die blauwe. Ja. Ja, lichtblauw, donkerblauw, blijkblauw en roos. Ja. Roos zit er niet in, hè? De twin. Groene, ja. De twin zeker? Pezen, zo na, wacht ik even. Paars. Nee, en die andere zit er geen blauw in. Het is de eerste of de tweede, sowieso. Komt dan, maar hier zit de groene, wacht ik even. Dat is een moeilijk, hè? Dat klopt lijkt niet. Mens. Van één of twee zien, ik pezen twee. Ja, vond dat zo'n. Van de zwart van de andere kleuren. Was zo weg? Ja. Yay! Was dat die eerste? Ah, daar aan de zijkant. Ik denk eerst niet, hè? Mm-hmm. Ja? Pezen. Ja! Yay! En nog één? Ah, nee, voilà. Dat is gedaan. Next. Hier achter het kasteel. Ja. Voor Halloween. Let's go. Zijn mee, Erika? Halloween. Ah ja, 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 ja. Hier is. Nou, wel niet veel het dit, hè? Een ding met teksten. Ah, Hendrik, zie het al. Oké, we gaan dan nu ook naartoe gaan. Kunnen dat niet dan doen, wij dat aflepte? Ik ook niet. Niks. Cinderella around the wheel, the well, on the right and find one out. Dus die een van die figuren moet on the well, dat is daar. Wacht, look at Cinderella's friends around the well, ja. On the right, aan de rechterkant, and find what? Find the odd one out. De neer, dat is je pet, ja, dingen. Okay. Zeker? Ja, doe maar. Nee. Het is hier wel druk, hè, zeg. Verschrikkelijk druk. Ja, en ik moet zo boven van. Ja. Het is hier al niet druk, hè. Het is druk aan de attracties, maar niet druk op de pan. Ja. Het is druk aan de pan en aan de attracties. Ja, stel je voor. Ja. Ze weten waarom je het wilt doen aan die paarden, hè. Waarom we die been gaan. Ja, ze weten toch wat dat toe is, hè? Ja, maar het zal nog niet BGP zijn als ze die afgemaakt hebben. Ja, misschien niet. Oké, wie waar? Sir Mickey's Boutique. Dat is een grote job. Prachtig. En zie je me nu af voor dat plakot met die bunt te zoeken? Oh, dat is niet moeilijk. Hier ze. Mental. Ja.
Yay. 200 punten. Yep, next. Wow. Ja. Le carrousel de Lancelot évoque les histoires médiévales, tout comme l'épée enfoncée dans un bloc de pierre que vous pouvez apercevoir. Il s'agit bien sûr d'une référence à Lancelot, ou le chevalier de la charrette, de l'écrivain français Chrétien de Troyes, et aux différentes légendes évoquant le roi Arthur. Ces hauts faits sont racontés dans les dessins qui ornent les cartouches extérieures de l'habillage du carrousel. Il n'y a pas deux chevaux identiques, et la queue et la crinière de chacune des 86 montures de l'attraction ont été dorées une à une, à la main, à la feuille d'or 18 carats, par nos artisans d'art. Madame Puzzle, 400 punten kan me winnen. Hoi. Hoeveel radissen? Hoeveel radissen? Daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En wortels? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wortels. Ja. En dan 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5? Ja. Wauw, 400 pen. Yay. Next. Het is afgelopen. Dat was het. En er nog twee te gaan. Ah ja, dat is dat plakot dat we moeten fotograferen. Oké. Okay. Ik kan al zo'n licht vermoeden dat dat is. En 200 pen. Wauw. Ja, hé. Wauw. Bienvenue à Discoveryland, le pays des visionnaires, où l'architecture et les paysages évoquent les rêveurs et concepteurs aussi bien européens qu'américains. Discoveryland s'ouvre sur le majestueux Orbitron Machine Volante, dont le design est directement inspiré des esquisses de Léonard de Vinci sur le système solaire. Sur l'enseigne de l'attraction, vous retrouverez d'ailleurs une citation du maître, « Il sole non si muove », qu'il écrivit en lettres majuscules dans son carnet de notes 40 ans avant Copernic. Quel rapport avec la France, me direz-vous? Eh bien, sachez que c'est en France, au Clos Lucé, près du château d'Amboise, que Léonard de Vinci fit ses dernières découvertes et inventions pour François Ier lui-même, dont il fut l'ami. Il y est aussi enterré. Ah ja, wacht hé. De 5 verschillenspotten. Oké. Okay. Ah ja, nu moeten we daar kijken. We gaan eens draaien en kijken. Wat zijn de 5 verschillen? Ja, maar die ding is weg. Die een halve maand is ah, er niet aan. Ah ja, als weg. Ja, ik kan nog niet op geletten hé. Nee. Oké, okay. Not bad. 320. Wauw. En nu, nou, dit hier. Videopolis. En Hyperion. Look to the sky. Ja, kon hier nu een foto zo. Van die ding, klik de button below en scan. Dan moeten we zo. Wat is dat? Ah, hier, die, dat is die Zeppelin, de tekening ja, van die Zeppelin. Waar is het die tekening? Ja, dat is dat ik niet weet. Hier ben je misschien? Gevonden. Ja, hè.
Look to the sky and discover the Hyperion airship. Ja, we hebben gezien dat het hier is. Enfin, l'œuvre de Jules Verne a également inspiré le film Disney de 1974, L'île sur le toit du monde, dont le dirigeable Hyperion est ancré ici à Videopolis. Il a été entièrement conçu par ordinateur, à partir des images du film, avant d'être construit ici à taille réelle. Let's play Fear on the Pun with this puzzle. Ok. Hoeveel duven zijn er? Je hoort ze tot hier, maar momentaan. Ja. Hoeveel duven zijn er mee? Ah, Erik was de ene kant, dan ben ik de andere kant op iemand. Twee. Drie. Is vijf. Van de zes is hij. Vier of zes. Of acht. Hier zijn er drie. Aan de andere kant zitten er maar twee, hè? 4, 6, 8. Yep. Ik ken zuster. Ik zit al hier gebogen en die plat bent. Congrats, we gaan lock the golden selfie. We kunnen snap de selfie in front of Sleeping Beauty Castle. We zagen er weer naar door. Ja, doen we voort. Doen we naar door. Voor het kasteel, een foto op. Oh ja, moet dat eigenlijk toch passeren. Aan de zijkant, allemaal is door. Aan de zijkant van het kasteel. Ja, dat toch passeren. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Share your selfie en krijgt vele 600 punten. Ah ja, share daarmee. Heb je winnen? Ik weet niet. Instagram, Twitter of Facebook? Zo Instagram erop? Ja. Doe dan op Instagram toen. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ik ga dan mee je verhaal zetten. Dat is eigenlijk. We kiezen. Verhaal. Voilà. Philippe had een verhaal.